toch wel de twee kwesties die betrekking hebben op Surinamers in Nederland. Ja. Of ja, de tweede kwestie heeft betrekking op Surinamers ook in Suriname. Kwesties dat je bespreken, dat hebben we zo afgesproken omdat die toch in de actualiteit zijn. Ja. En ik heb het over de behoefte aan een herdenkingsmonument voor Surinamers die gevallen zijn in 1945. Ja. En de tweede kwestie, dat gaat over een interview van emeritus hoogleraar professor Humphrey Lamuur, dat verschenen is in de Groene Amsterdammer. Ja. En dat interview handelt deels over het slavernijverleden en over kwesties als reparatie en etcetera, etcetera. Maar laten we met het eerste beginnen. Uh-huh. Je weet dat er toch een aantal Surinamers zijn die in het verzet hebben gezeten. Ja. In de periode 40-45. Mm. Anton de Kom is de bekendste. Hij is opgepakt voor zijn verzetsactiviteiten. En hij is omgekomen in een concentratiekamp. In de concentratiekamp Sandebossel, zoiets. Nabij Neuengamme. Mm-hmm. Maar er waren meer, hè? De naam Albert Wittenberg. Ja. Voor hem is een plaquette opgericht in Amsterdam-Oost. Ja. 2 jaar geleden ben ik daar naartoe gelopen, rond 4 mei. Ja. En het viel me op dat er geen bloemen of kransen bij dat bij die plaquette waren neergelegd. Ja. Wittenberg die had een, was getrouwd met een Nederlandse vrouw. Ja. En het echtpaar Wittenberg had een Joods meisje als onderduikster. En naar buiten toe vertelde zij dat het hun kind was. En zo heeft dat kind, dat Joods meisje, de Tweede Wereldoorlog overleefd. De ouders van dat kind zijn omgekomen, maar dat kind heeft het overleefd. Maar Wittenberg zelf werd gevangen genomen en hij overleed in een Duits gevangenschap. Dus zo zijn er nog een aantal Surinaamse verzetstrijders. Maar er zijn ook Surinamers van Joodse afkomst die het slachtoffer zijn geweest van de bezetter. Ja. Om en bij de 100 Joodse Surinamers, of moet ik zeggen Surinamse Joden. Dat waren mensen die hier met vakantie waren. Dat waren mensen die hier studeerden, dat waren mensen die hier om gezondheidsredenen verbleven. Of het waren gewoon mensen die zich hier in Nederland hadden gevestigd. Het zijn mensen die zijn opgepakt vanwege hun Joodse afkomst. En het zijn mensen die het niet hebben overleefd, zijn allemaal omgekomen in concentratiekampen. Vind jij dat er behoefte is om aan een herdenkingsmonument voor al die mensen die hun wortels hebben in Suriname? En die zijn omgekomen aan de hand van de bezetter. Absoluut, daar hoef ik niet eens over na te denken. Ik trek het zelfs breder. Er moet voor alle personen die omgekomen zijn in de Tweede Wereldoorlog. En die behoren tot een bepaalde groep, etnische groep. Moet er worden stilgestaan en recht worden gedaan door een straat, een monument, 40 is het, hè? Dus naar hun te beroemen. 144. Dat moet gewoon beleid zijn. Ja. Het is ook Surinaamse. 1464, geloof ik. Ja. En Owen, we weten dat vorig jaar is het de eerste keer geweest dat bij de kranslegging op 4 mei op de Dam, ja, dat Suriname, namens Suriname, namens de gevallenen van de kolonie Suriname, dat er een krans is gelegd. Ja. Je ziet dus dat er vooruitgang is, dat er vooruitgang wordt geboekt wat betreft het aandeel van etnische minderheden, gelukkig, in de oorlogsinspanning. Ja, ja, gelukkig. Ja. Gelukkig, maar, en weet je, Krishna, luisteraars, Iwan, er was één uitspraak, Iwan zal het zich nog kunnen herinneren, er was één uitspraak die zo raak getypeerd heeft deze problematiek, en het was de uitspraak van een
etnische persoon. Ik weet niet precies waar die vandaan kwam. Ik dacht uit Rotterdam, maar etnische persoon. En wat was die uitspraak van die persoon? Als onze doden ook niet jouw doden zijn, dan zijn jouw doden ook niet onze doden. Ja, ja. Dat was een geweldige uitspraak die in één zin neerzette wat jij nu net noemt, Iwan. Iwan? Wat je moet beseffen, Krishna. Ja. Het is de nationale dodenherdenking op de Dam, hè? Ja. Nationaal. Dus wij moeten stilstaan ook bij die andere doden. Maar als onze doden niet jouw doden zijn, dan zijn jouw doden ook niet mijn doden. Oké, duidelijk. Daar zit het probleem. Dus het probleem kan je oplossen. Het beleid moet zo zijn. Alle groepen moeten hun mensen kunnen herkennen die in de oorlog slachtoffer geworden zijn. Alle groepen. Ja, goed, Owen. We gaan het breder positioneren en we hopen natuurlijk dat dit een vliegwielwerking krijgt, dat er voldoende soortelijk gewicht ontstaat, zodat zoiets dagelijks van de grond komt. Want ik moet je zeggen, het heeft mij toch geraakt. Hè. Ik was 2 jaar geleden bij de plaquette van Albert Wittenberg, een zwarte man uit Suriname. Ja. En er was geen bloem, geen krans, niks. Nee, als je beleid daar niet op gericht is, op die kleinere groepen, ja. hun exponenten, ja. Ja, dan weet niemand het, onbekend maar onbemind, dat is het verhaal. Ja, ik wil luisteraars oproepen die komende 4 mei, ga naar de plaquette van Albert Wittenberg hier in Amsterdam-Oost. In de volgende uitzending ga ik het precies voor jullie opnoemen. En leg daar een krans neer, hè? Ja, precies. Dat is één van ons. Hij heeft zijn leven gegeven voor onze vrijheid. Ja, ik zou onder een man. Ja, precies. Ja, precies. Hè? Dus, want dat is ons deel natuurlijk ook. Wij moeten die herinneringen ook levend houden. Ja. En beleid afdwingen. Nou staat er daar wel een plaquette, dus er is iets. Ja. En laat merken aan die hele samenleving dat wij bewust zijn van die offers die onze mensen gebracht hebben. Ja, dus daar gaat het om. Ja. Dus vanuit deze kwestie. Owen, de tweede kwestie die ik met jou wil bespreken is een interview die de heer emeritus hoogleraar Humphrey Lamuur, voormalig hoogleraar sociologie, heeft afgestaan aan het weekblad De Groene Amsterdammer. En de kop van het interview luidt, ik citeer, laat je leven niet verzieken door het verleden. Einde citaat. En deze uitspraak slaat op het verleden, op het slavernijverleden. Ja. En daarmee, wanneer je het interview leest, dan wordt duidelijk wat Lamuur daarmee bedoelt. Mm-hmm. Namelijk dat hij is niet opgevoed met verhalen over de slavernij. Want zegt hij tegen de interviewer, als ik het wel geweten zou hebben, zou ik slapeloze nachten hebben, zou ik wellicht getraumatiseerd zijn door het verleden, en dan zou ik niets hebben bereikt wat ik nu heb bereikt. En hij haalt Amerikaans onderzoek aan, waarvan hij zegt dat kinderen in Amerika, die door hun ouders op de hoogte worden gebracht van het slavernijverleden, dat die kinderen een soort trauma gaan ontwikkelen. Ja. En toen ik dat las, dacht ik, ja, dus schuilt de kern van waarheid in. Ja. Want wat je ziet is dat een aantal mensen, nazaten van slaafgemaakten, ja, dat die blijven hameren op het slavernijverleden. Op het feit dat ze te slaaf zijn, dat hun voorouders door de witte mens tot slaaf is gemaakt en is uitgebuit. Maar het gaat natuurlijk om het heden. Hoe manifesteer je in het heden? Hoe kom je vooruit in het heden? Hoe maak je je leven beter in het heden? En dan kom ik op het tweede punt, en dat staat ook in het interview. Uh-huh. Ik raad het aan ieder aan. Ja. En het tweede deel is dat Lamuur ook zegt, mm-hmm,
of dat maakt het uit uit zijn woorden, dat de normen en waarden die hij van huis uit heeft meegekregen, dat dat bepalend zijn geworden voor de toekomst die hij voor zichzelf heeft gecreëerd. Hè? En daarmee bedoel ik, hij komt uit een gelovig protestants gezin in Suriname, EBG. Ja. En hard werken en je best doen op school en de hand bij de mouwen steken, dat is hem met de paplepel meegegeven. Ja. En hij komt er telkens, hij wijst er telkens naar die opvoeding, die ouderwetse koloniale opvoeding, dat hem in staat gesteld heeft om hier in Holland te overleven en het zover te schoppen. Hm. En dat in combinatie met die uitspraak, laat je leven niet verzieken door het verleden, ja. Dat is toch iets waar wij vandaag de dag lering uit zouden moeten kunnen trekken. Wat vind jij? Ja, kijk, dat is maar één deel van het verhaal, hè, van Lamuur. Ja. Natuurlijk, hij doet me denken aan, bij dit wat hij geschreven heeft, aan een andere uitspraak, namelijk, je verleden moet een les voor je zijn en niet een gevangenis. Oké. Okay. Daarmee zie je dat er twee kanten zijn aan dat verleden. Dus lessen leren. En dan moet je ook praten over de vervelende dingen. Ja. En tegelijkertijd moet het niet zo ver gaan dat het je belemmert in je ontwikkeling als voorwaardig staatsburger. Ja. En dus hangt het van de, inderdaad, daar heeft Lamuur dan weer meer gelijk in, van de opvoeding af. Niet alleen de ouders, maar ook de omstandigheden, de maatschappij, die werken mee aan jouw vorming, of je de les leert of als gevangene van dat verleden je verder ontwikkelt. Ja. Dus het is niet zo eenzijdig van zo moet je het doen, want die samenleving, behalve je ouders, opvoeding, is er de hele samenleving mee met aan het opplakken van etiketten en het ongelijk behandelen en noem maar op. En dus het is iets genuanceerder dan, ik heb het boek van Lamuur niet gelezen, maar het is iets genuanceerder dan de indruk die ik krijg van de samenvatting die jij geeft. Ja, en hij heeft het ook over excuses. Zijn oké, okay, zijn mooi, maar hij zou liever zien dat er meer geld gaat naar onderzoek om de feiten boven water te krijgen. Daar heeft hij gelijk in, dat laatste, maar dat is dus ook, dus even helder voor de discussie, excuses, die fase is voorbij en we zitten nu in de fase van herstel, / herstelbetalingen. Ja. In het kader van herstel heeft hij gelijk als hij zegt, ook meer naar geschiedvorsing, het beschrijven van allerlei dingen, zowel positieve als negatieve, met name ook onze afro-spiritualiteit, waar de witte man... Maar dat noemt hij niet, hè? Hij is wel een EBG qua geloof, dus... Ja. De spiritualiteit komt niet aan bod in dat gesprek. Nee, maar dat bedoel ik dus. Ja. Dat andere wat hij bedoelt, heeft hij gelijk in. Maar wat ook moet gebeuren is, recht doen aan onze Afrikaanse tot slaven gemaakte voorouders. Met hun spiritualiteit. Als jij recht doet aan die spiritualiteit van die witte man. Ja. Christelijke en weet ik veel wat. Nou ja, dan moet je ook recht doen. Als je praat over herstel, dan behoor je ook recht te doen aan de spiritualiteit van de Afro's. Ja, ja. Dus het is een logisch als was. En dus, ja. Dus ook Lamuur, Mamati, Lamuur, is een beetje geconditioneerd en bevooroordeeld hoe hij erover schrijft. Want hij laat dat Afro-gedeelte voor een groot deel, niet helemaal, buiten beschouwing. En ik begrijp waarom, alleen dat is niet het hele verhaal
van onze Afrikaanse voorouders. Ja, ja. Maar goed. Tenslotte, Owen, zegt u ook wat betreft die kwestie van de reparations? Ja, herstelbetaling. Ja. Er zou dus een fonds moeten komen waarbij dus arme Surinamers, arme nazaten van tot slaafgemaakten, een beroep zouden kunnen doen, bijvoorbeeld om hun kinderen te laten studeren. Ja, of voor verdere ontwikkeling, hè? Ja, heeft dus, gelijk, ja. Dus niet gewoon geld geven, nee, wat nee, je dan direct gaat uitgeven, waar je dus niks aan hebt, zeg maar. Ja, precies. Maar dus een basis leggen voor een solide toekomst. Ja, precies. En dat is ook het beleid van de CARICOM. De CARICOM is bezig met het maken van een fonds, waarin alle herstelbetalingen, wiedergutmachung in het Duits, worden gestort, plus ook van andere, zeg maar, welgestelde gevers. Ja. En in dat fonds, de grootste gever voor dat fonds is een zekere meneer O'Brien, miljardair, die heeft toegezegd dat hij dus de CARICOM gaat helpen om dat herstelfonds op te zetten. Ja. En hij gaat ook een heleboel geld storten erin. Okay. Bestemd voor het wegwerken van de maatschappelijke achterstand van die twee groepen, inheemsen en tribale Afro's. Ja. Dus. Ja. Dus, in die richting van Namur wordt er al gewerkt door de CARICOM. Oké, goed Owen. Voor de luisteraars die belangstelling hebben voor het hele interview. Het staat in de Groene Amsterdammer van 21 maart. Nummer 12, hè, jaargang 148. Dit was de Groene Amsterdammer van vorige week. En ik begrijp dat hij een boek geschreven heeft over de plantage Berg en Dal. Maar in een voorgesprek met jou blijkt dat hij niet zo happig is op interviews, hè? Nee, klopt. Hij is nu 90, als het goed is. Ja, okay. Ja, weet ik. Ja. Trouwens, de hele familie Lamur is erg bescheiden. Heel begaafd, maar erg bescheiden. Oké. Okay. Ja. Maar positief is een positief ding, hoor. Ja. Ja, er staan ook foto's. Toen ik die foto's zag, ze zijn foto's van het oude Suriname, Owen. Van toen Suriname nog Swedisch en lang was. Ja, werkelijk. Ja, kijk, je ontkomt natuurlijk niet aan ontwikkeling. Ja, elk land heeft ontwikkeling, we hebben het net gehad over Nederland. Ja. Maar er zijn een paar waarden die je moet bewaken met elkaar. Okay. Het is wel eens moeilijk, maar goed, aldoende leert men. Dus, ja. Ja. Goed, we gaan in de komende uitzendingen nog meer aandacht besteden aan het norm- en waardepatroon van wat gelovige Afro-Surinamers kenmerk. Want Christa, ja. Als wij, net wat Lamur zegt, herstelbeleid, daaraan gekoppeld herstelbetalingen willen, dan moeten we wel heldere gedachten en visie hebben. Juist. Op wat dat inhoudt. Ja, volledig mee eens. Ja. Oké. Dus werk aan de winkel voor ons ook. Ja.